Hi allemaal, ik wil het vandaag hebben eventjes over de Pokémon-kaarten en over evenementen. Wauw, dat klinkt wel heel erg over. Laten we gewoon een standaard opening doen. Goedemiddag allemaal en welkom bij even deze update video over events en een hele speciale evenement over 2 weken. Jullie hoorden het al, ik heb het over Pokémon-kaarten, dus dan weten jullie automatisch, daar gaat het weer over. René Cards, daar heb ik heel veel vragen over gekregen op het moment dat ik video's heb gemaakt van unboxing video's en natuurlijk op het moment dat we bij events eventjes hoi zeiden tegen René. Het blijkt dus zo te zijn tot René, er werden heel veel vragen gesteld van waar is die winkel, waar kan ik bestellen. Nou, altijd in zo'n video komt er een link in de beschrijving dat naar de website leidt. Daar kun je altijd bestellen, daar kun je altijd orderen en dan wordt het naar jou toegestuurd. Informatie staat er allemaal over in. Nu is het zo, over 2 weken heeft René zijn eigen winkel. En over 2 weken, dan opent René ook zijn eigen winkel en daar zal ik aanwezig zijn. We gaan een live unboxing video daar doen. We gaan daar battles doen met Pokémon Trading Card Game. Misschien een gezellige meetup maken, wie weet, we kunnen het hartstikke gezellig te maken. En ook nog eens een keertje de eerste 100 klanten, goed luisteren, niet bezoekers, klanten, die krijgen ook nog eens een keertje een leuke goodie bag. En klanten, ja, dan moet je natuurlijk wel iets kopen, want weer geen klanten, dan ben je bezoeker. In ieder geval, dat out of the way. Dat is dus op 1 maart. Nou, waar vindt dit plaats? Ik bedoel, serieus, het kan overal zijn. Waar is dit? Nou, het is heel erg makkelijk om dat te weten, want alles staat namelijk op zijn Facebook. Ik pak hem heel even stiekem bij, want ik heb je speedbriefje, want ik ben lui. De officiële openingsdag valt dus op 1 maart. Goh, heb je al gezegd, maar waar is het nou? In Naaldwijk. Voor de mensen die dus dicht in de buurt wonen bij Naaldwijk, of niet erg vinden om een eindje te rijden, mocht je niet in de buurt zitten van Naaldwijk. 1 maart in Naaldwijk van 10 tot 6. Om 10 uur gaat hij open en om 6 uur gaat hij dan weer sluiten. En dan is hij weer de volgende open en de dag daarna open. Maar 1 maart is natuurlijk die speciale openingsdag. Nou, adresgegevens waar dat het precies in Naaldwijk zit. Ik kan wel het adres hier neer noemen. Even kijken, wat was het ook alweer? Fonteinplein 22D in Naaldwijk. Ja, ik heb hier gewoon mijn gegevens erbij. Dat snappen jullie natuurlijk ook wel. Dus officiële opening René Cards. Ik bedoel, ik kan natuurlijk niet alle adressen uit mijn hoofd gaan onthouden. Maar dat is dus een locatie. Meer informatie over hoe dat je daar kan komen staat allemaal op Facebook. Bij René natuurlijk. Bij René Cards staat alle details over hoe dat het beschreven is. Ik zal aanwezig zijn. Gregory die is ook aanwezig. Ja, we zullen komen natuurlijk in onze Pokémon Trainer outfit. En misschien ontmoeten we je daar wel. Verder voor meer evenementen. Voor meer evenementen die er dus aan zitten te komen in de maanden maart, april. Dat is al een beetje bekend welke evenementen dat er dus aan zitten te komen. Kun je op mijn kanaal kijken onder het topic over, geloof ik. Daar staat alle beschrijving in. Ook hoe dat mijn setup en alles eruit ziet, maar dat wisten jullie al. Maar daar staat dus ook in welke evenementen dat ik aanwezig zou zijn. Zo uit het hoofd heb ik de Dutch YouTube Gathering. Ik heb Comic-Con Rotterdam. Ik heb Comic-Con in Utrecht. Ik heb Elvia Haar Zuidens heb ik. Dutch YouTube Gathering komt er weer aan. En als ik iets vergeten ben, het staat daar in de beschrijving. Je kunt daar gewoon kijken wanneer dat je daar de zin hebt. Dus, in ieder geval, ik hoop dat ik zo voldoende heb uitgelegd. Heb je nog vragen, dan kun je dat natuurlijk altijd kwijt in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop meeste van jullie dan op 1 maart te zien in Naaldwijk. Lijkt me hartstikke gezellig. Dus live unboxing video, Pokémon kaarten. Misschien tot ik wel heel veel Sun & Moon boosterpakjes open. Ik heb echt gehoord dat er heel erg veel request voor zijn en eerlijk gezegd wil ik die ook zo snel mogelijk openen, want ik heb gehoord dat daar een Espeon en Umbreon GX in kan zitten, dus ja, die wil ik zeker hebben. Dus ik pak heel eventjes hier onze Umbreon er eventjes bij en onze Espeon er heel eventjes bij, zo. Even niet vallen. Nee. Zo. Dus we pakken er deze heel eventjes bij en wij hopen jullie natuurlijk allemaal te zien 1 maart in Naaldwijk bij de opening van René Cards. Ik hoop jullie daar te zien jongens, bedankt voor het kijken en hopelijk tot daar of een ander evenement.